De persoon Kees van Dongen was iemand die ambitieus was, die echt vocht voor zijn werk, zijn kunst. En die heel zijn leven inrichtte als kunstenaar. Ik werk, ik werk, ik werk, schrijft hij op een gegeven moment. En ik denk dat daarbij op een gegeven moment het succes komt. En dat hij dan ook een kunstenaar is die enorm geniet van zijn status als kunstenaar. Het is ook een kijker, een genieter van het leven. Hij was een geweldig danser, een genieter van de schoonheid van de vrouw. Dus het was ook een ogenmens, denk ik. Het huis van Dongen en de mouterij die daar, waar zijn vader had een bedrijf die daarnaast lag, was gelegen aan de voorhaven. Voor en aan de achterkant van het huis was water. En door de ramen zag je dan, de vensters, zag je de scheepsmasten van de boten die in de haven lagen. En dat beschrijft hij ook ergens op een gegeven moment. Het le destin, het lot, is voor mij de stad waar ik geboren ben. Het licht, de kleur, het leven in de stad. De kunstacademie in Rotterdam, waar Van Dongen op een gegeven moment naartoe gaat, was gelegen vlakbij aan de rand van de Zandstraatbuurt. De Zandstraatbuurt is de Rossewijk in die tijd van Rotterdam, waar veel zeelui natuurlijk kwamen. Waar dus altijd activiteit op straat was. En waar maar ook danstenten, bordelen, koffiehuizen, snoepkramen. Voor aankomend kunstenaars moet dat een hele boeiende, goede omgeving van veel vertier geweest zijn. Parijs was in die tijd een wereldstad. Het was een beetje het centrum van de moderne kunst. De omgeving waarin Van Dongen terecht kwam, dat was meteen een kunstomgeving. Wat hem enorm aangesproken moet hebben, of wat hij meteen gezien moet hebben, is de hoeveelheid tekenkunst, illustraties, beeld in de kranten in die tijd. Dat tekenen en dat illustreren voor die kranten was op een gegeven moment toch ook een weg die weinig nieuwe ontwikkelingen bood. Als hij begint te schilderen, sluit dat heel nauw aan bij wat hij als tekenaar doet. De manier waarop hij tekent, de vloeiende stijl, de snelheid waarmee hij dat in inkt en kleur wist te treffen, zie je dat dat overgaat in de manier waarop hij schildert. En daarmee vindt hij heel snel aansluiting bij een groep kunstenaars die bekendheid krijgen als fauvisten. En op de Salon d'Automne van 1905 voor het eerst werk laten zien wat dan op een gegeven moment fauvisme wordt genoemd. En het fauvisme wordt gekenmerkt door het gebruik van, je zou kunnen zeggen, het is een soort meer expressieve manier van schilderen. Het is het gebruik van pure, zo puur mogelijke kleuren. En wat er dan gebeurt is dat binnen het fauvisme zelf er ook heel snel weer gezocht wordt naar een andere manier of een vervolg. En dan staat Van Dongen natuurlijk ook voor de vraag hoe gaat hij dat dan doen, want hij is Hollander in Parijs. Dan is voor Van Dongen de vraag, wie ben ik dan? Wat is mijn identiteit? En hoe sluit ik dan aan bij die ontwikkeling in de Franse kunst? Er is iets anders aan hem, schrijft Derain aan Matisse. Maar eigenlijk, het is één ding, hij is niet Frans. Van Dongen ging begin 1907 naar Nederland en ik denk dat hij ook op zoek was naar zijn wortels, naar zijn identiteit. De weg die hij dan vindt is dat hij eigenlijk in plaats van Frans gericht, meer internationaal gericht gaat werken. Hij reist in 1910 naar Spanje en via Spanje naar Marokko. En vanuit Marokko reist hij naar Tunesië terug naar Frankrijk. Een paar jaar later reist hij naar Egypte. Die reizen, en daarnaast natuurlijk ook zijn verblijf in Nederland, zijn een antwoord op het meer nationalistisch gerichte ontwikkeling in de Franse cubistische kunst. En hij laat zien dat hij als kunstenaar internationaal is gereisd heeft en door andere culturen is geïnspireerd. En dan de volgende stap is dan dat atelier in Montparnasse. Dat is een heel groot atelier, een soort garageachtige ruimte. En
hij ontvangt in dat atelier zijn contacten, legt nieuwe relaties. In dat atelier organiseert hij ook danspartijen, feesten. Dan is hij een gevierd kunstenaar, 1913. Maar in 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En kun je zeggen dat het culturele leven een tijd stilvalt. Wat na de Eerste Wereldoorlog, wat zich dan afspeelt in Parijs, is dat het leven weer op gang komt, maar dan met een volle vaart. De eerste salontentoonstellingen in 1919 komt een geweldige hoeveelheden publiek op af. En Van Dongen weet meteen daar een antwoord op te vinden, een plek te vinden van wat voor soort kunst hij kan maken die ook die aandacht meteen trekt. En dat weet hij te doen door portretten, grote portretten, ten voeten uit van filmfiguren, figuren uit de wereld van de mode, theater. Met die portretten heeft hij dan enorm succes. En dan al heel snel verhuist hij naar een volgend atelier. Dat is een groter appartement, een hôtel particulier. En daar gaan die feesten echt een rol spelen. Een veel grotere rol nog en die ontvangsten in de manier waarop hij ook als kunstenaar naar buiten treedt. Het leven als kunstenaar, zijn sterstatus, gaat deel uitmaken van zijn werk. En dan is hij op een gegeven moment op het toppunt van zijn roem. En het beeld van roem en succes is waar hij zich dan op richt, wat hij het meeste wil uitdragen. En niet meer die moeilijke weg die hij daarvoor heeft afgelegd. En zo legt hij dat ook toe in allerlei interviews. Op een goede dag voelde ik plotseling dat ik moest gaan schilderen. Nu ben ik beroemd en dat is alles. Maar de weg die er daartussen ligt, die heeft afgelegd, dat is eigenlijk het onderwerp van deze tentoonstelling.